Hoe lijp is dat? En als ik die er nou hier gewoon tussen prop. Oh, oh. Dat past echt perfect. Oh, oh. Dat is zeker een leuk dak. Nu, Robin. Ah! Nou, hier. Oh, die farm. Oh mijn god, hoeveel koeien hebben jullie? Nee! Robin! 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 Wat heb je gedaan? Hey, hallo en welkom. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag zijn wij wedergekeerd in Au. Content Veen seizoen 2. En we hebben een probleem. Namelijk, er is een bosbrand geweest. En het hele huis hier. Alle funderingen, alle palen die we hadden staan. En alle bomen in de omgeving zijn allemaal afgebrand. De deuren staan wel nog. Oh, en ik weet niet wat ik aan Reno moet vertellen. Dit is Reno's huisje. En ik weet niet hoe het komt. Ik kwam online en ik zag dit. En de tranen gingen over mijn wangen. Maar er is zoveel schade ook. Gewoon het hele bosje. Het is allemaal weg. Maar het voordeel is dat mijn sugarcane wel lekker gegroeid is. Dus dit kunnen we wel allemaal hakken. Hey, alles voor die enchanting table, hè, jongens. Dat gaat helemaal goed komen. Dat betekent dat we ook weer 24 nieuwe papiertjes hebben. Dit is Reno's taak. Reno lost het ook wel op, de bosbrand, hè. Reno, het spijt me voor het huis. Verder heb ik ook ander nieuws. En dat is namelijk dat hier in de buurt van mijn base natuurlijk deze prachtige mansion zit. Waar we echt heel veel goede loot uit kunnen halen. Echter, durf ik er nog niet helemaal heen. Ik heb diamond armor. Ik heb diamond tools en zo. Maar het is allemaal nog niet geen chance. Maar ik denk wel dat ik een leuke challenge kan bedenken. Als we op deze video 4000 likes halen. Dat is insane veel. Dan ga ik in de volgende video erheen. Dan ga ik letterlijk in de volgende video ga ik er al heen. En abonneer even. Reageer dat je bent geabonneerd. En dan geef ik jouw reactie een prachtig hartje. Vandaag is de planning dat ik deze twee torens hier afmaak. De gate afmaak. En dan een klein pad creëer naar de dorpje dat we daar van plan zijn om te maken. Verder wil ik ook denk ik deze keer echt mijn enchanting table af hebben, want wat ik zeg, ik heb nu al 24 papiertjes, ik heb 30 papiertjes zelfs, 8 ladder, dus dat kunnen al hier, 8 boeken. Nou, al 2 boekenkasten, jongens, we zijn goed op weg. We zijn heel goed op weg, prop ik hier zo. Laat ik eerst beginnen met de progressie van deze mooie ingang. Waar ik namelijk achter ben gekomen is dat als je mosblokken combineert met gewoon steen, hier, dan kan je mossy stone bricks krijgen. Hoe lijp is dat? En als ik die dan nou hier gewoon tussen prop, oh, oh! Dat past echt perfect. Maar gewoon af en toe, hè. Gewoon af en toe eentje ertussen. Niet te veel, weet je? Zoals dit. Ja, dat is toch nice. Maar dat doen we na afloop. We gaan eerst gewoon even bouwen. En dan doen we na afloop doen we af en toe gaan we er een mossy stone brick tussen doen. En dat werkt ook met cobblestone trouwens, dacht ik. Dus je cobblestone en mos, allemaal mosses op. In ieder geval, het werkt ook met cobblestone. Oké, jongens, ik heb een gedeelte verder gebouwd. En ik kwam in één keer met een idee, hè. Het ziet er van deze kant zo uit. Van de andere kant net wat anders. Omdat ik het wat dieper heb gemaakt aan deze kant. Dus dan voor de nieuwe mensen die hier komen zien. Dan zie je hier wat meer diepte. Deze kant is ook by far mijn favoriete kant vanaf de buitenkant. Maar wat ik dus wilde zeggen is, ik bedacht ineens. Wat nou als ik al mijn spulletjes gewoon even hier naartoe verplaats. En dat ik hier gewoon even een trappetje omhoog maak. Een vloertje erin en zo. Dan heb ik even een tijdelijk huisje waar ik gewoon al mijn spullen kwijt kan. Dan hoef ik niet meer daar in de open in het wild alles te doen. Want hier zit ik gewoon veilig. Dat ik het gewoon ook eventjes mooi belicht zoals dit. Vloertje erin van hout. Weet je, dat gaan we gewoon gelijk doen. Kijk eens aan. Vloertje zit erin. Hoeft alleen nog even een plafonnetje bij. Hoppakee. Plafonnetje erin. Doen we de toortjes nog even op een net iets betere plek. Namelijk een beetje zoals dit op de hoekies. En dan kunnen we alles naar binnen verplaatsen gelijk. Het is natuurlijk nog lang niet af. Maar we kunnen wel gewoon even veilig zitten op die manier. Alleen ja, moet ik alles weer gaan verplaatsen. Dat is ook weer echt een gedoe, hé. Oh. Nou, dat is ook weer gedaan. Er is gelijk een hele lege plek hier. Ik vind het gezellig daarbinnen. Ik heb het een klein beetje aangekomen. Gekleed, maar ik wilde niet al te veel moeite doen. Dus vandaar dat het zo uitziet. Ik heb mijn automatische smelter heb ik hier even makkelijk neer kunnen zetten. Wat kisten hier, wat bedden, een leuke painting. En mijn enchanted table, stonecutter en mijn crafting table. Dan kan ik hier binnen gewoon voortaan chillen. Echter moet ik ook een route omhoog hebben. Dus ik denk dat ik die dan gewoon hier gooi met wat ladders. Ik hoor wel heel veel zombies al. Dat vind ik vervelend. En ik heb al zoveel hout, hè. In zo'n biome als dit krijg je zoveel meer hout dan in een standaard biome, hè. Dat is zo ontzettend chill. Hier wat laddertjes. Plaatsen we die zo dat we ook helemaal omhoog kunnen. En dan kunnen we namelijk gewoon gelijk even verder bouwen hier. Want de toren is natuurlijk helemaal nog niet klaar. Je kan er nu ook vrolijk op lopen. Ik heb gelijk een heel dingetje gemaakt. Dus dan kunnen we al een beetje een uitzichtpunt hebben. Maar imagine dat het kasteel zometeen nog hoger is. Maar kijk het uitzicht dat je nu al hebt. Je hebt op daar de berg. En gewoon over de hele biome hier, over het hele dal, heb je gewoon zo'n mooi uitzicht. En je hebt echt perfect zicht op de mensen die... Ah, nee, never mind. Iedereen komt onder de bomen. We moeten het pad hier vrijmaken. Er moet echt een pad zo komen dat al de bomen
bomen hier weg zijn, maar de bomen eromheen blijven. Ik ben zo hyped! Brrr! Ik vind daken bouwen is altijd moeilijk, maar het is wel een van de leukste dingen van een huis of een toren of iets, weet je. Ik ben er nu een soort dak op aan het bouwen, wat ik vertelde. En dat wil ik dan niet aan die kant doen. Daar wil ik de toren gewoon door laten lopen. En dan wordt die ongeveer gewoon misschien net zo hoog als het puntje van dit dak, maar dan in de toren. En dan geen dak erop. Gewoon dat je er alleen op kan staan. Dus als het regent, ben je, word je daar wel nat. Zou ik er een vlag op doen? Ik denk dat een vlag erop wel een beetje de finishing touch is, hè. Dat het eigenlijk wel moet. Een vlaggetje op de bovenkant. Alleen heb ik daar nog niet genoeg wol voor. En ik dacht, aangezien hier overal rode paddenstoelen zitten, is het leuk om het rood terug te laten komen. In dus bijvoorbeeld een vlag. Maar laten we eerst maar even slapen, want mensen willen dat we gaan slapen. Overigens is het dak volgens mij klaar. En ik heb hem nog geen één keer van beneden gezien. Ik ben maar een beetje gewoon wild gaan bouwen. Dus ik hoop dat het er goed uitziet vanaf beneden. Van binnen vind ik het wel leuk. Nou, het moment. En het ziet er... Ah. Oh, dat is zeker een leuk dak. Wow, ik heb het nog geen één keer zo gezien, maar ik ben heel tevreden met dit dak. Laten we vanaf de andere kant kijken. Een soort klein sprookjesdak is het. Van onder zie je het dan wat minder, maar van afstand, als ik bijvoorbeeld even vanaf hier ga kijken, ja, dan is het wel een leuk sprookjesdak, hè? Als ik het zo zie. Ja, dit is leuk. Hier ben ik tevreden mee, want hier komt natuurlijk, ik heb daar geen details aan de muur gedaan, zoals daar. Omdat hier natuurlijk nog, daar komt gewoon letterlijk een muur aan uiteindelijk. Nou ja, dat ziet er goed uit. Kan je kobbel deep slate, kan je dat niet terugmaken naar normaal? Cobblestone? Nee, hè? Is dat... Wat als ik dat omsmelt? Wat krijg ik er dan uit? Oh, je kan het omsmelten. Krijg je dan smooth of... Wat krijg ik hieruit? Deep slate. Oké, dan boeit het me niet zoveel. Jammer. Dan moeten we maar gewoon cobblestone gaan hakken. Dan gaan we maar weer heel veel cobblestone hakken. Hoe saai het ook is, maar ik krijg wel een cool gat hier onder mijn base op het moment. Dat is wel heel leuk. Op een gegeven moment komt hij helemaal tot min 60 en dan heb ik het diepste gat van de server. Het diepste gat van... Laten we maar niet het diepste gat van de server hebben. Dat is wel weer genoeg cobblestone. Even kijken hoeveel we hebben. Ja, zeker wel genoeg. Laten we zelfs 3 stacks omsmelten. Want onze stone bricks zijn wel weer bijna op. Het is ook allemaal moeilijk, hè, jongens. Het is ook allemaal maar weer moeilijk. We hebben ook heel veel klei, want dat krijg je tegenwoordig ook veel makkelijker met al die lush caves. En dan doen we het in ons tweede hand zo. Dan gaan we weer naar boven. En dan is het tijd om... Oh nee, we hoeven helemaal niet naar boven. We moeten naar de tweede toren. En die is gewoon nog hier beneden. Want we gaan deze opvullen, jongens. Dus dat wordt weer op dezelfde manier. Een beetje random bouwen. Een beetje random klikken. Een beetje random dingen doen. Trouwens, wat maakt het uit? Dat kan ik eigenlijk ook gewoon zo doen. Of ik nou in mijn tweede hand heb of niet. Daar was hier een hele slimme manier voor, maar die weet ik niet meer. Ah, enige ding is, er staan heel veel bomen in de weg hier. ik moet al die bomen hier weghalen. Kan niet even gewoon nog een bosbrand ontstaan of zo? Kunnen we gelijk met de schaartje even van alles weghalen hier? Want dan hebben we gelijk leaves. En hoe amazing is het om gewoon weer leaves te hebben? En ook echt mooie deze keer. De dark oak leaves zijn echt, of zijn het gewoon... Nee, dat zijn wel dark oak leaves. Die zijn zo lekker dicht begroeid, weet je? Dat is echt lijp. Hallo? Hallo? Wat doe je hier? Hallo? Hey. Wat ben je doen? Schooien. Wat ben je? Wat? Wat? Nog één keer, wat zei je? Schooien. Schooien? Ja, voor eten. Oh, hier, ik heb eten voor je. Geen probleem. Dankjewel. Mag ik ook een toortje op mijn hoofd? Daar maak ik zaadjes van en dan heb ik zelf een meloenenfarm. Hartstikke bedankt. Mag ik mijn meloen terug? Nee, eet hem nu op. Ja hoor. Eet hem op. Okay. Je hebt hem niet opgegeten. Nee, klopt. Nee, eet hem op. Ja, nu is hij wel. Is hij weg? Ja, hij is weg. Wat vind je van mijn ingang? Het is mijn huis ook zo ver. Het is zeg maar mijn startersbase. Ik vind het vet, helemaal dat al twee verschillende hoogtes wordt. Ja, dat is lijp, hè. Je komt maar binnen. Welkom in mijn startersbase, hier binnen. Waar? Hier. Dit is mijn startersbase gelijk. Oh, wow. Nice, toch? Ja. Heb ik gelijk gewoon een huisje waar ik woon. Hoef ik niet meer in de open te wonen. Ik heb een huisje op wielen. Een huisje waar ik geboren ben. En het... Heb jij iets voor mij? Nee, laat even spullen. Sorry. Maar goed, jij had een deal, toch? 2 nametags halen, 5 betalen. Ja, wat een ding. Ja, ik heb goede dingen ervoor. Geef mij even hoor. Ja, ik heb daar de ultieme deal voor. Ja, oké. Ik betaal... Deze wil ik hebben. Nee, die gaat terug. Oké. Drop de 2 nametags, dan betaal ik met wat anders. Oh, jij denkt, ik ben gekke appie. Oké, doe maar hierin dan. Ik beloof het, ik pak het niet. Ja, jij eerst. Ik beloof het, Drop het. Nee, ik beloof het. Ik beloof het. Anders mag ik alles opblazen hier, als ik die van jou steel. Oké? Nee. Eerst eentje dan. Oké, eentje. Dan krijg jij die, dan betaal ik die. Oh, nee! Ja! Nee! Hij stekt er naar mij toe. Nee, hier. Ik wil 2 nametags ruilen voor 2 nametags. Deal? Gelijk gooien. Ja. Jij naar de bedden toe, ik naar de kisten toe. 3, 1, 2. Zo, nou, mooi deal. Hey, dankjewel. Ja, geen probleem. Maar nu mag ik er nog 2, toch? Want het is 5 betalen. Oh ja, 5 betalen, hou op. Stik erin.
Nee, maar het ziet er leuk uit, man. Ja, het ziet er van de andere kant leuker. Als in deze kant ziet er... dit is zeg maar de mooiere kant als het ware, zover. Want hier is de inham is wat groter. Ik heb deze wat groter gemaakt dan de andere kant in plaats van het midden. Oké, inham. Als in, kijk, hier als je kijkt, je hebt hier blokje, 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 blokje. En hier heb je maar blokje, blokje. Aan deze kant is hij veel minder diep. Oh, dit is een asymmetrische toren. Ja, nee, ik heb dat expres gedaan. Omdat ik zeg maar dan weet, dat is maar als je er bovenop staat, kom maar. Dan zie je het ook duidelijk. Dat ik expres het pad niet in het midden heb gedaan. Oh ja. Hier. Wat is dit? Ja, de tussenruimte, daar komt nog iets. Maar kijk, hier expres zo, zodat je dit is daadwerkelijk de voorkant en dit de achterkant, weet je? Dat je daadwerkelijk, als je straks zo meteen een rechte muur hebt, dan herken je ook aan de inham hier dat dit de poort is en niet gewoon een stukje muur. Snap je? Ja, ik een goeie. Ja, leuk. Au. Dankjewel. Nee, Au. Ik pakte mijn kip in plaats van mijn water. Hoeveel hartjes? 18. Dan zijn je hartjes legaal. En een spin houdt ook van hartjes. Ja, ik ook. Waarom gaat hij naar mij? Is dit de route naar René? Is dat ook deze kant op? Nee, kijk, René, kom maar mijn toren op. Dan kan ik het je mooi aanwijzen. Daar moet je heen, precies. Een beetje, als je dit blok hier hebt, zo. Die paddenstoel daar, die rode paddenstoel die je daar ziet, daar overheen. Ja, nou, als je zeg maar dit blok hier ziet, deze pilaar. En dan precies de diagonale lijn aanhouden van deze pilaar. Oké, daar gaan wij dan. Succes! De toren is op goede hoogte nu. We gaan even dit nabouwen wat ik hier gedaan heb. En dat is als het ware. Hier zo eentje. Dan hier zo eentje. Zodat ik dit en dit kan doen. En dan hier hadse flatse. Zo, volgens mij. Om vervolgens... Ik ben de kluts kwijt. Wat heb ik nou gedaan? Ik heb dit niet op deze manier gedaan. Hou op. Ik ben het helemaal fout aan het doen. Allemaal Robin's schuld dat hij hier op bezoek kwam. Het was in het midden een lange. Als in zoals dit. En dan hier was het gewoon een normale. Ja, nu hebben we hem. Kijk, en dan hier zo de pilaar opbouwen. Om dan vervolgens hier dit te doen. Juist, dit was hem. Hoppakee, het plafond-ish dak, hoe wil je het noemen, zit erin. Nu is het tijd om de details aan de toren zelf toe te voegen. En even een trappetje, want die had ik als het goed is hier ergens. Dat was dus wel een hele slechte trap. Even een ladder moeten gemaakt worden hier. Want ik heb nu een raar, wat is het, deurtrappetje. En dat is ook niet helemaal de bedoeling. Maar ik ben er wel tevreden mee. Huh? Ik zat heel even AFK op mijn mobiel heel eventjes en ineens... Een skeleton hoofd. Hij is doorgebroken. Huh? Hoe werkt dit? Hij was door mijn vloer. Dat was weird. Zo, dan zijn de details ook toegevoegd. Dan ga ik die eventjes aan jullie laten... Au, dat was een slechte MLG. Ga ik die even aan jullie laten zien. Kijk nou. Oh, dit is toch leuk? Vooral van buiten is hij echt heel leuk. Ik blijf het zeggen. Ik heb expres hem niet symmetrisch gemaakt van beide kanten. Waardoor je duidelijk ziet dat het een poort is. En niet gewoon een stukje van de muur. Hij moet wel echt anders zijn dan de rest van de muur op een gegeven moment. En ik ben hier serieus nu zo tevreden mee met deze ingang. Ik had gewoon online had ik gewoon allemaal kastelen opgezocht. Gewoon real life kastelen, Minecraft kastelen. Zoveel inspiratie bij elkaar gehaald. Dat ik nu heb besloten dat dit de ingang is. Dan komt er nog een vlaggetje op. Wat ik zei, rood. Een rode vlag. Maar dit is wel echt heel leuk. Nu nog een beetje van die andere mosblokjes er doorheen douwen. Namelijk deze. Die heb ik hier ergens mooi opgeslagen. Hier. Even kijken wat we ervan kunnen maken. De details zijn toegevoegd als in alle blokjes erin. Alle gekke mosblokjes ertussen. Dan is het nu genoeg geweest. Met mijn base zover voor deze episode. Het is gelijk eigenlijk mijn starterspace, want ik woon nu ook gewoon in dit gebouw. Maar uiteindelijk is dit maar zo'n klein gedeelte van mijn hele base, want er komt echt nog een mega kasteel achter dat nog 10.000 keer zo groot is als dit. Dat is de planning. Dus voor nu laten we even naar het winkelgedeelte gaan. De winkelcliff, het winkeleiland. En even kijken wat daar allemaal gaande is. Hallo. Hey, sluit me gewoon in. Hallo! Hallo! Waar is het winkeleiland? Hier, kom maar. Oké, ik ben heel benieuwd, want ik zie jullie allemaal dingen doen de hele tijd op de map. Dit is onze portal, ja? Oh, dit is jullie portal. Oh, ja. We gaan via jullie naar het winkeleiland. Ja! Ja! Ik heb jullie base ook nog niet gezien. Oh, jullie zijn... wat is dit? Het is een huis. Wat een... We moeten toch ergens mee beginnen? Ja, dat klopt. Nee, ik vind het wel leuk. Hey, dit is oprecht gezellig. Ja, hè? We hebben Het is oorlog. nee, ik vind het leuk hier. Ik vind het oprecht echt een mooi plekje wat jullie gekozen hebben. Dit is zo lijp. Dat je ja, hier dat zo, is het ook. Zo... Maar weet je wat het nou is? Kijk, weet je, dat winkeleiland dat gaat dus wel via ons. Dus dat betekent wel dat het tol betaald wordt. Ja, we zijn ook in de bergen. Dan moet je sowieso meestal tol betalen. Ja, daarom. Oh my days. En wegenbelasting. Wegenbelasting, tol. Voor het sneeuw. Overal. Nee, ik ga niet door de powder sneeuw vallen. Don't worry. Ik ben professional. Huh? Waarom is er al ineens zoveel? Ja, dat vraag ik me dus ook af. En ik wil dat zij daar ook tol over betalen. Want dat is onze cliff. Dit is niet jullie cliff. Dit is het winkel. Dat is wel waar. Oh mijn god, mensen bouwen gewoon een lijp, hé. Hallo. 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 Hierboven. Jullie zijn echt insane veel hier aan het bouwen. Doei, Robin. Ja,
Oh mijn god, zijn jullie een soort boom aan het maken? Oh, wat sick, hé. Max! Ja! Oorlog! Nee joh, ben je gek? Ja, nee, best wel. Ah. Ayo! Ik kom hier uit spijt. Ik ga je aardig doen vanaf nu. Ik vind het echt heel leuk wat jullie hier allemaal doen. Huh? Ja, wij zijn lekker bezig. Oh, ik denk jullie hebben dit uitgemind, maar dit is natuurlijk gewoon een cave. Nee, wij zijn nog bezig. Zag je hoe... Ja, MLG! Dat is heel lijp. Nee, nee. Ik werd... Je had het goed gehaald, oprecht. Stop, ik sla jullie toch ook niet? Auw, nee. Wat is dit dan? Oh, maar deze zit dus met een hijskraan of zo. Van, wat is het? Niet eens een hijskraan. Nee. Hey, huh? Het lijkt elke keer als ik jou zie, lijkt net alsof je een unibrow hebt. Zonder met je helm op. Ja, ja, zo hoort het. Nee, dit is echt heel sick wat iedereen hier aan het doen is. Ja, ik wil wel dat jullie belasting betalen. Oh, man. Het winkeleiland. Lijp. Nee, ik zweek het je. Ik zweek het je. Ik doe alles. Is dat zo? Ja. Oh. Nou, ik wou dat nu een boog gehad, dan zou je er echt af kunnen schieten. Nee. Oké, ik ga er weer vandoor. Ik ga even bij jullie... Hebben jullie al wat gebouwd bij jullie base? Ja, maar we zijn nog niet echt... Wij wouden eerst proes, voordat we... Wat gaan jullie verkopen, überhaupt? Eten. Ah, wat gaat Rick verkopen? Mossblocks, ik bedoel, met bloknuts van die vines en zo. Ja, dat is lijp. Vines kunnen verkopen, bamboe, panda's. Panda's. Oh, jullie hebben de panda... Huh, schrik me rot. En we hebben slijm. Je had hem weer mooi gesaved. Maar voornamelijk eten, denk ik. Lijp. Ja, dan ga ik hier al veel komen, want ik zit nu al aan honger. Ik zit nu al aan hongersnood. Hé, maar wat is dit dan? Het is gewoon een pad. Dit is een pad. Oh, ik vind het echt helemaal... wat is dit? Werkhuis van Kingdom for the... Wat een werkhuis! Hier liggen onze troepjes. Oh mijn god, het werkhuis. Ik moet nu zeggen, ik vind dit nu al leuker dan het winkeleiland, om eerlijk te zijn. Kijk ook wat een uitzicht. Ja, daarom. Het is toch lijp dit? Ik ga shiften, jij gaat me niet slaan. Okay. Ja, nee, oké. We gaan elkaar niet slaan, dat beloven. Oké, pinky promise. We gaan hier echt een zieke... We gaan hier een boom bouwen. Ja, dat vind ik echt heel lijp, die boom. Dat is echt heel sick. Hebben jullie zelf ook al een base, Maurits? Ik heb een klein huisje. Echt, ik ga even bij jullie kijken. Hé, dit is dichtbij bij mij. Max, kijk dat eten. Wat? Welk eten? Nou, hier. Oh, die farm. Oh mijn god, hoeveel koeien hebben jullie? Waarom hebben we... Een aantal. Oh maar... Ik ga 1 koe van jullie kopen. Ja, dat vroeg ik ook al of dat kon, maar dat kon niet. Oh nee, dat is een businessmodel natuurlijk stuk. Niet, als ze dat doen. Maar, ze de... Ja? Rini en Floor zit hier verderop hier rechts. Die zit hiernaast. Is jouw huis letterlijk nu gewoon deze tempel? Of woon jij bij... Oh, huh? Hier, nee. Oh, ik zag het niet door de bamboe. Oh, dit heb ik ook nog helemaal niet. Ja, nee, die bamboe is heel tijdelijk. Maar dit is mijn huis. Oh, wat leuk. Oh, dit is nice. Ik vind het wel een je een doorkijk. Dit is een pui, dit. Oh, is dat een glazen pui? Ja, en hier is je mijn... Ik moet alleen een rode lamp neerzetten, dan is het beter. Waarom? Oh. Wat stelt dit voor? Dit is mijn EFK-hut. Oh mijn god. Hé, hey, ik zie een boomhut. Dit is waar een... Hoe hebben jullie nu al zoveel panda's? Omdat wij gewoon... Ja, jullie wonen in de dinges natuurlijk. Hé, hey, dit is de... Dat is de ingang. Er is sowieso een ingang. Hier, kijk. Ik heb hem gevonden. De boomhutten van René en Floor. Nice. Dit is zeker van René. Of wonen ze echt samen? Ja, ze wonen nog samen. Oh, wat gezellig. Jullie zitten wel echt een mooie plekje in jungle, hebben jullie. Ja, maar ik vind deze berg ook heel echt lijp. Ziek. Ja, die is echt heel lijp. Daarom, als jullie hier gewoon echt een heel dorp maken, of weet ik wat jullie allemaal van plan zijn. Ik was wel van plan om meerdere kleinere huizen te maken, niet zo'n grote. Lekker verspreiden. Gewoon kleine huisjes verspreiden. Ja, dat gaan we ook doen in die sneeuwvallei. Gewoon klein, overal klein, zodat het gewoon veel gezelliger is. Verkoop ja, jij leer, Maurits, nu op het moment? Of? Waarschijnlijk gaan we dat ook verkopen in die shop. Want ik moet heel veel boeken hebben. Oh, trouwens, dan ga ik de mensen reden. En dan heb ik heel veel boeken. Nee. Jawel, die is van mij. Het is mijn mansion. Ja. Ja, oké. Ja, ja, ja. Nee, serieus van mij. Losers. Nou, nee. Hoezo nee? Niet als wij eerder zijn. Hoezo eerder zijn? Oh. Dat is niet toegestaan. Nee, leuk, Maurits. Tot de volgende keer. Oei. Schrok je? Ben je overal... Nee. Ben je overal geweest, of niet? Nee. Nee, ik moet trouwens nog naar Anne toe. Oké, dat Sander en Gezant. Daar ben ik ook nog niet geweest. Waarom nou weer mij? Dit is 100% de beest van Anne aan de sandstone te zien. Oh, maar die denk moet echt ver. Oh, wat kut dat die zo ver zit eigenlijk. Althans, volgens mij valt het wel mee. Edo moet nog verder. Nee, Edo zit helemaal niet verder. Edo zit dichterbij. Nathan moet verder. Nathan moet verder, inderdaad. Kijk hoe druk het ook is. Hey! Oh, jullie zijn begonnen met de piramide. Wat lijp. Huh? Hebben ze dit zelf al gedaan? Een piramide? Jawel, tuurlijk wel. World edit.
Hou op, dat kan serieus verdeeld zijn. Hij kan er niet in via het topje. Dat vind ik jammer. Hey, dit vind ik mooi. Ik kan even naar binnenkant zien. Ik mis wel het gouden puntje eigenlijk. Ja, true. Hey, dit is leuk. Ze bouwen legit een piramide. Dat hebben ze sneller gedaan dan verwacht. Oprecht, de tempel van Anne en van Noah hier. Die zijn... Noah, dan moet trouwens even de skin fixen, want die heeft hetzelfde probleem als het Reno had. Minecraft bugt ofzo. Maar hun hebben echt gewoon tussen de grote meesters, de Grand Canyon, basically, hebben ze zijn tempel. Maar ik dacht eerst dat ze dat op dat eiland daar wilden bouwen. Kijk, ik ga ze verwarren voor de volgende keer. Kijk, maar hoe ziet dat er van deze kant uit? Dan weet je legit een beetje niet meer waar je heen moet. Dan denk je echt, zo, laten we ze verwarren. Verwarren. Scherpschutter. Nee! Robin! Wat heb je gedaan? Ik ben al mijn spullen kwijt! Nee! Robin! Mijn spullen! Mijn diamonds! Nee! Ik had fully diamond armor. Oh, mijn prachtige spullen. Vrienden diamond armor, jongens. Oh, nee! Oh, en met 30 levels. Oh, nee. Oh, dan sta je weer naakt met 0 levels. Waarom ik? Waarom? Nee!